Vaderland. Nederlander in Braschaat komt zoeken. 70.000 Nederlanders vluchten naar België en Geert Hoste redt om 9:45 het land. Meteen uit de brand geholpen met de Vaderlandse. Een heel goede avond. In januari 1961 is Patrice Lumumba vermoord. De afgelopen weken vertelden we het verhaal van de eerste Congolese premier. Maar anders dan sommigen hadden gehoopt en voorspeld, waren de problemen in onze ex-kolonie met zijn dood niet opgelost. Congo is nog door jaren van burgeroorlog en bloedvergieten gegaan. Honderdduizenden Congolezen zijn omgekomen en een klein aantal blanken. Over enkele van hen gaat de historie van vandaag. In 1964 had een Congolees guerrillaleger het hele oosten van het land onder zijn controle kunnen brengen. De primitieve soldaten, de Simbas of leeuwen, hadden onder meer Stanleystad veroverd. En ze hadden alle niet-Congolezen die daar nog waren gegijzeld. Onder hen ook een paar honderd Belgen. De gevangenen deden dienst als een levend schild tegen aanvallen van de tegenstander. Ze zaten vast van augustus tot november 1964. Wat hen in die maanden overkomen is en hoe het Westen ondertussen te werk ging om hen vrij te krijgen, dat hoort u in de volgende historie. Het verhaal van Operatie Rode Draak. Het is 1 december 1964. Brussel staat op zijn kop. Door de straten defileren een paar honderd ongewassen en ongeschoren militairen. Ze komen recht uit Congo. De Rode Draak is weer thuis. Juli 1963. Congo is 3 jaar onafhankelijk. Tijd voor een nieuwe vlag, vindt president Kasavubu. Hij heeft echt wat te vieren. Het is een wonder dat zijn land nog bestaat. Congo heeft 3 jaar burgeroorlog achter de rug. De Belgen hebben zich daarbij flink verbrand. Ze hebben lange tijd steun verleend aan Kasavubu's belangrijkste rivaal, Moïse Tshombe. Tshombe had de rijke provincie Katanga met al haar Belgische belangen losgescheurd uit Congo. UNO-troepen hebben een einde gemaakt aan die afscheuring. Les ministres du Katanga, réunis en conseil ce matin, sous ma présidence, ont pris des décisions très importantes. Une victoire militaire totale de l'ONU ne peut finalement pas bénéficier au peuple congolais. Par conséquent, nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. Tshombe gaat het land uit. De Belgen zijn hun mannetje kwijt. Ze lopen weer in de pas met de UNO en de Verenigde Staten, die Kasavubu en het centrale gezag ondersteunen. Dat is hard nodig, want in de herfst van 1963 breekt een nieuwe opstand uit in de Kwilu-streek. Deze keer gaat het om een guerrillaoorlog. Een echte volksopstand ook, van wanhopige boeren voor wie de onafhankelijkheid alleen maar miserie heeft gebracht. Ze vechten met pijl en boog, maar ook met Chinese geweren. Hun leider is een oud-minister Pierre Mulele. Combien de moulalisten avait-il? Oh, une centaine au moins. Ils étaient armés? Armés avec des flèches et quelques fusils. Quelques fusils, alors quand ils sont arrivés, ils ont crié, nous venons tuer les professeurs blancs. Alors ils ont tiré sur le premier monsieur maréchal qui est mort, sur le coup pratiquement. Puis ils ont commencé à tirer après nous autres, nous nous sommes enfuis. Monsieur et madame Remakir se sont enfuis dans un sens. Monsieur Bollaerts aussi, mais monsieur Bollaerts a reçu une décharge. Il est mort aussi. De guerrilleros in de Kwilu zijn taaier dan verwacht. De Amerikanen gaan het Congolese leger bijstaan van in de lucht.
CIA-piloten voeren raids uit met kleine gevechtsvliegtuigen. Ze zaaien vooral veel haat voor al wat Amerikaans is. In de lente van 1964 breekt een tweede opstand uit in het oosten, in de buurt van de Grote Meren. In geen tijd verovert een leger van jonge krijgers een reusachtig gebied. De soldaten dragen bizarre, zelfgemaakte uniformen en geloven in hun eigen magische onkwetsbaarheid. Ze zijn zeer gewelddadig, maar niet anti-blank. Hun politiek leider is de voormalige spoorwegman Gaston Soumialo. In de zomer van 1964 is het leger van Soumialo opgerukt tot in de buurt van Stanleystad. Daar wonen en werken nog bijna 2000 Belgen. Ze maken zich weinig zorgen. Stanleystad was een versterkte stad. L'ANC, dus het Nationaal Congolees Leger, was daar met meer dan 1000 manschappen en met zeer zwaar bewapend. En die rebellen die hadden geen wapens. Wij waren overtuigd. Iedereen was overtuigd dat die nooit die stad konden innemen. President Kasavubu panikeert wel. Hij roept zijn aartsvijand Tshombe terug om de regering te leiden. Tshombe, de man met de vele blanke vrienden, moet de toestand weer rechtzetten. Om te bewijzen dat hij alles onder controle heeft, gaat hij op bezoek in Stanleystad. De Belgische regering is bezorgd en begint rampscenario's boven te halen. Ze stuurt de jonge diplomaat Patrick Nothomb naar de stad om de evacuatie voor te bereiden. Een grote groep vrouwen en kinderen vertrekt, maar meer dan 500 Belgen laten weten dat ze niet weg willen. J'avais 28 ans, ils me voyaient pour la première fois. Je venais leur demander de partir. Je n'avais peut-être pas toute la crédibilité nécessaire face à ces duur des durs qui étaient là depuis des années. En daar was er dus het laatste vliegtuig toegekomen en die piloot heeft nog tegen ons gezegd, waarom gaat jij niet mee? We hebben dus hetzelfde gezegd dat wij dat niet konden doen. En ik geloof dat hij zei, ik ben hier gekomen om een ganse reeks mensen mee te nemen en er zijn er maar een stuk of 10 die willen meegaan. Begin augustus staan de rebellen voor de poorten van Stanleystad. Het Congolese leger laat het meteen afweten. Monsieur le Congolais, on ne peut pas être courageux. Malheureusement seulement parce qu'on manque de renfort derrière eux. Si ce renfort il y en a, nous pouvons quand même avancer jusqu'à là-bas. Het leger dat vluchtte en de eerste die we zagen, dat waren de officieren. De officieren. En dan kwamen de manschappen voor zover ze te voet, want ze hadden praktisch geen vervoer. En die officieren die eisten het vervoer op. Onze camions en andere wagens die werden gewoon met geen beslag genomen en daar vertrokken ze mee. We hadden praktisch geen vervoer meer. De rebellen nemen de stad in eigenlijk zonder te vechten. Ze rekenen op een magische bescherming die echt lijkt te werken. Ik herinner mij zeer goed, het was echt een hallucinant gedoe van die mannen zomaar rechtuit. En er waren nog altijd links en rechts soldaten maar die, van het ANC, maar die schoten in de lucht. En dat was natuurlijk het effect was dubbel. Die soldaten zeiden, wij schieten op hen en ze vallen niet, dus zijn ze werkelijk onsterfelijk. En de anderen die zeiden, ze schieten op ons en wij vallen niet, dus... Simba is de bijnaam van de jonge krijgers, Swahili voor leeuw. Het Simba-leger gaat met de grove borstel door de stad. Het is onberekenbaar en brutaal, maar op zijn magische manier gedisciplineerd. De magie van onkwetsbaarheid werkt alleen maar voor wie een hele reeks geboden en verboden respecteert. Ze mochten niet met vrouwen slapen, dat was dan een heel probleem voor die mannen. Dus ze mochten geen dingen niet stelen en dit en dat. Enfin, het moest allemaal een beetje deftig zijn. Hè? Om hun onsterfelijkheid te bewaren, moeten de Simba's afstand houden van de blanken. Ze mogen ze zelfs niet aanraken. Op wat schermutselingen na raken alle Europeanen zonder veel kleerscheuren door de eerste uren van de bezetting. Maar het handvol Amerikanen in het consulaat gaat wel de prijs betalen voor de Amerikaanse bombardementen. Consul Hoyt en zijn medewerkers, onder wie minstens één CIA-agent, worden meteen bedreigd, gearresteerd
en gegijzeld. De consul slaagt er wel nog in om Washington te verwittigen. President Johnson is maar matig geïnteresseerd. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Vooral een verkiezing in november die hij moet winnen. Hij vertrouwt het dossier toe aan Averell Harriman, onderstaatssecretaris en bekend als de krokodil. Harriman begrijpt dat hij weinig kan ondernemen zonder de Belgen. Hij reist bijna meteen naar Brussel voor overleg met de Belgische buitenlandminister, zijn oude vriend Paul-Henri Spaak. Spaak lijkt de boot af te houden, maar dat is schijn. Nee. De Amerikanen waren altijd een beetje meer interventionistisch dan wij. Want voor hem was het een politiek probleem, voor ons was het een politiek probleem en een probleem van de veiligheid van onze landgenoten. Spaak is minder gehaast omdat de schaarse berichten over de Belgen in Stan nog niet echt alarmerend zijn. Het leven in en om Stan wordt heel moeilijk en niemand mag er weg. Maar de Simba's zijn nog niet echt anti-Belgisch. Over het algemeen werden wij gerustgelaten. Ja. Maar we liepen toch altijd op het scherp van de snede. Zo. Het was altijd een zeer gevaarlijke toestand. Hè. Je moest zeer goed oppassen wat je zei en deed. Want hun reacties waren eigenlijk onvoorzienbaar. Het is nooit precies hoe ze gingen reageren. Spaak heeft nog geen haast. Maar hij neemt wel meteen een beslissing die hem later tot grote haast zal verplichten. Hij plaatst het Congolese leger de facto onder Belgische leiding. Officieel is er niets aan de hand. De Belgische kolonel Van de Wallen vertrekt zogenaamd op verzoek van de Congolese regering naar Leopoldstad om de technische bijstand te coördineren. In werkelijkheid wordt hij het brein achter een militaire operatie om de Simba-opstand te breken. Een geschreven opdracht krijgt hij niet. Hij heeft wel enkele onderhouden gehad met minister Spaak en minister Zeker, zodat het was duidelijk dat hij wist wat hij kon doen. En zoals Spaak heeft hem eindelijk gezegd, je weet, vous savez, jusqu'où vous ne pouvez pas aller trop loin. Je weet waar, tot waar je gaan kan en verder, dat zal niet aanvaardbaar zijn. En hij heeft dat altijd aanvaard. De blanken van Stan krijgen het moeilijk, maar voor honderden zwarten wordt de stad een hel. De Simba's rekenen af met al wie iets te maken heeft met Leopoldstad. Dagenlang martelen en doden ze gevangenen voor het oog van een massa die mee over hun lot beslist. Ik kan natuurlijk, heb ze niet kunnen tellen, maar ik ben ervan overtuigd dat daar soms 4, 5, 6.000 man tegenwoordig was. En dan vroeg men of dat die man in kwestie, of dat die moest ter dood veroordeeld, of dat die moest gedood worden. En dan riepen die allemaal samen ja. Enfin. En dan werd die werkelijk half dood gemarteld. Hè, met machettes. Dat duurde toch een uur of twee vooraleer dat die aan zijn einde kwam. Als de Simba's al lessen hebben gekregen van communistische agenten, dan is daar weinig van blijven hangen. Ils se prétendaient communistes, mais ils ne savaient rien du marxisme. Et la façon dont ils ont géré l'économie prouvait bien qu'ils n'y connaissaient rien. Donc idéologie, non, il n'y en avait pas. Les rebelles ont donné comme consigne de garder tous les prix de 1960, mais aussi tous les salaires de 1964, ce qui fait que tous les commerces ont été ruinés en 15 jours. Rebellenleider Benyey staat wel op zijn strepen. Hij noemt zijn gebied Republiek Populaire du Congo, een staat met postzegels en al. Maar die wordt door niemand erkend, behalve na een beetje aandringen door de Belgische consul. Et une semaine après, je suis revenu en disant, monsieur le président, j'ai ici des instructions que j'avais tapées moi-même au consulat. Je reconnais votre régime. Et il m'a dit merci, il était enchanté. Alors qu'il savait très bien que c'était impossible, puisque je ne pouvais pas communiquer avec mon gouvernement. Het dagelijks leven wordt een beproeving. Maar nog altijd is er op de Amerikanen na geen enkele blanke echt verontrust. De gebeurtenissen aan het front gaan dat veranderen. In het oosten is er één stad die de Simba's niet hebben kunnen innemen, Bukavu. Eind augustus proberen ze opnieuw. En weer mislukt het. De Simba-leiding weet hoe dat komt. De Amerikanen hebben weer vliegtuigen gestuurd.
grote transportvliegtuigen deze keer, die op een hachelijk moment de versterkingen voor het Congolese leger hebben aangevoerd. De haat tegen al wat Amerikaans is, wordt nog scherper. Tshombe gaat intussen onverwacht ook zijn eigen gang. Hij stuurt zonder overleg met Van de Wallen een legertje blanke huurlingen naar het oosten. Ze veroveren snel wat gebied en laten zich kennen als genadeloze doders, les affreux. Hun succes maakt de Simba's hoe langer hoe nerveuzer. Het doorkruist ook de plannen van Van de Wallen. De Amerikanen proberen de crisis te Afrikaniseren. Ze trachten Tshombe ertoe te bewegen om hulp te vragen aan andere Afrikaanse landen. De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid is daarvoor het beste forum. Maar Tshombe, de witte neger, is daar niet erg welkom. Toch wordt hij uitgenodigd op de top van Addis Abeba in september. Mirakel in Addis, blokklettert de pers. De Afrikanen gaan hun problemen onder elkaar oplossen. Jomo Kenyatta, de man met de eeuwige vliegenmepper en president van Kenia, wordt aangewezen als bemiddelaar. In Brussel raakt Spaker van overtuigd dat er met de Simba's niet te praten valt. Maar tegenover de Amerikanen houdt hij zich gedijst. En hij was wel overtuigd dat indien men te vroeg aan de Amerikaanse ja zou zeggen, dat een lek zou komen uit Amerika. Daarom was het verrassingseffect een essentieel element van de strategie. Aan het front blijven de Amerikanen de blanke huurlingen vanuit de lucht ondersteunen. Om een schijn van afstand te bewaren, laten ze de vliegtuigen besturen door Cubaanse piloten. Daarnaast is kolonel Van de Wallen klaar met de uitrusting van een kolonne die de doodsteek moet geven aan de Simba's. Vanwege haar omvang en bizarre samenstelling noemt hij ze de Ommegang, zoals de stoet die elk jaar door Brussel trekt. De Ommegang is omkaderd door Belgische officieren. Voorin doen blanke huurlingen het gevaarlijkste werk. Achterin volgen Congolezen en groepen uit het vroegere legertje van Tshombe, de Katangese gendarmes. Eind oktober staat de Ommegang klaar om te vertrekken vanuit Congolo. De magie van de Simba's werkt niet meer. De huurlingen maaien hen neer als tamme konijnen. De weg naar Stanleystad wordt een kerkhof voor honderden krijgers. De Ommegang verzamelt krijgstrofeeën, fetiche, hennep en ridicule wapens. Intussen beginnen de Simba's ook te doen waar ze zo lang bang voor waren geweest. Ze gaan blanken doden. In de bevrijde steden zullen de huurlingen de eerste blanke lijken ontdekken. In Stanleystad worden alle Belgen gearresteerd. Le 27 octobre, le bruit s'est mis à courir dans la ville que les Belges avaient lancé une bombe atomique de fabrication belge sur la ville de Beni qui est au Kivu. Et c'était donc, en clair, cela voulait dire qu'ils avaient encaissé une défaite très sérieuse à Beni. Et alors, on a fait la chasse aux Belges et tous les Belges qu'ils ont trouvés ont été emprisonnés. In de wijde omgeving worden ook missionarissen van alle nationaliteiten opgehaald. De Simba van dienst had mercenaires en missionaires door elkaar gehaald. Op een namiddag, ja, zijn ze dus gewoon de missie komen oprijden met een ben, een camionet en nog een andere wagen. Enfin, ja. En ja, voordat wij het wisten, stonden wij klaar eigenlijk om opgeladen te worden. Bij de razzia's op de missieposten ontdekken de Simba's dokter Carlsen, een protestantse artsmissionaris. Ze zijn ervan overtuigd dat hij een CIA-major is en maken hem tot supergijzelaar. D'ailleurs, ce n'est pas seulement celui là que vous citez, docteur, que nous connaissons très. Il a dépouillé sa soutane de docteur, il a habillé. Il était devenu colonel de mercenaires.
De 500 Belgen worden opgesloten in hotels, militaire kampen, flatgebouwen en gevangenissen. Na een tijdje mogen de mannen overdag gaan werken. Op een zeker ogenblik, de bank was gesloten en alles was gesloten. En de bevolking die begon te morren natuurlijk. Hè. Die hadden geen geld meer, die deden niks meer, die werden nergens meer betaald. En dan moesten wij, op een zeker ogenblik hebben ze dan beslist dus dat wij weer moesten gaan werken. En dan gingen wij, en 's avonds moesten wij terug gaan naar het kamp. Nous avons été occupés pendant 107 jours. Un massacre formidable. Begin november luistert premier Lefebvre naar het relaas van blanken uit de pas bevrijde gebieden. Spaak mag geen dag meer wachten. Hij was heel emotioneel en tegelijkertijd was correct. Onder de indruk van wat ze hadden gezien en hij wilde iets vlug doen. Ja. Mijn heren, het gaat met de naties gelijk met de gezinnen. Wanneer een deel van de natie leidt, dan komt de rest erbij om in dat lijden te delen, om te helpen om bij te staan. Op 8 november reist Spaak naar Washington. Hij is over de drempel. Alles moet nu heel snel gaan. Belgische para's zullen de blanken van Salistad gaan bevrijden. De Amerikanen moeten voor het transport zorgen. Aan Belgische zijde komt de operatie in handen van parakolonel Charles Laurent. Laurent krijgt pas op 12 november te horen dat hij moet samenwerken met de Amerikanen. Ce qui était un vrai problème, car le matériel utilisé par les Américains à l'époque, le C-130, nous ne le connaissions pas. La langue était différente des deux nôtres. Les méthodes de parachutage étaient différentes. Bref, les appareils radio ne permettaient pas de parler aux avions quand nous étions en l'air. Donc nous devions obtenir des moyens supplémentaires. De Amerikanen kunnen 12 C-130's vrijmaken voor de operatie, meer niet. Hoe Laurent de vliegtuigen vult, is zijn zaak. La taille de la force elle a été décidée en fonction des places offertes. Là je suis formel, on nous a jamais dit que nous prenions trop d'hommes ou qu'on prenait trop peu d'armes, etc. On a mis 12 avions à notre disposition, à nous de les remplir. De operatie zal worden uitgevoerd door 600 licht bewapende para's, van wie een aantal nog nooit gesprongen heeft. Spaak bezweert Laurent om hen vooral in toom te houden. Et après m'avoir expliqué très clairement le contexte international de l'opération, il m'a posé une dernière question. J'espère, colonel, que vous réalisez très clairement votre responsabilité. Vous allez opérer dans un climat international qui ne nous est pas favorable. Donc, pas de massacre, pas de choses inutiles vis-à-vis de la population noire. Ook défensieminister Segers heeft nog een laatste boodschap. Je suis arrivé au ministère en civil pour ne pas alerter les gens qui me feraient un parachutiste entrer au ministère. Et là, le ministre m'a clairement dit, je suppose que vous réalisez que la mission est très délicate. Surtout, pas de perte parmi vos hommes. L'opinion publique belge ne nous le pardonnerait pas. De tijd begint te dringen. De Simba's veroordelen dokter Carlson tot de dood en stellen zijn executie in het vooruitzicht. In de Simba-krant Le Martyr schrijft een van de leiders: we zullen onze fetiche maken uit de harten van de Amerikanen en de Belgen en ons kleden in de huid van de Belgen en de Amerikanen. Op 17 november halen de 12 C-130's de Belgische para's op in Kleine Brogel. Officieel gaan ze meedoen aan NATO-manoeuvres in Turkije. De militairen kennen hun ware bestemming zelf niet. De meesten hebben ook nog nooit een C-130 van dichtbij gezien. Dat was ook onbekend, want we zijn in Amerikaanse vliegtuigen ingestapt in Kleine Breugel. En dat was
volledig onbekend, dus niemand wist daar iets van. Niemand wist hoe dat we daar moesten uitstappen uit die vlier, want we hadden die nog nooit niet gezien. De Belgisch-Amerikaanse strijdmacht wordt voorlopig gestationeerd op het eiland Asunción in de Atlantische Oceaan. Onderweg maken officieren verzegelde omslagen open en lezen de ware opdracht voor aan de soldaten. Ze zijn op weg naar Stanleystad. Het begin van de operatie is bijna idyllisch. We kwamen van de koude streek hier, volledig zon. We hadden geweldig goed eten van de Amerikaan. Er was daar een keuken geïnstalleerd, zelfservice, 's morgens vroeg. Spek met eieren, we hadden van die kleine sausjesjes gekost van alles kiezen dus. En dat werd goed gegeten. En de mannen waren vrij en die kosten vissen vangen dus. Aan het strand en ze hebben zo hun goed geamuseerd. Dus. Er is nog altijd geen datum bepaald voor de reddingsoperatie die Laurent intussen Rode Draak heeft gedoopt. De Amerikanen houden ook nog altijd diplomatieke lijnen open. Spaak gelooft daar al lang niet meer in. Hij dwingt hen nu zelf over de eindstreep door de aanwezigheid van de para's publiek te maken. In Stanleystad wordt de toestand nu echt akelig. Op een avond was er weer een appel, dat was in de ingangshal van de residence. Moesten we allemaal samenkomen. We dachten, ja, het is een appel, ze gaan weer een appel doen. Hè. Nee, we hebben toegesproken. Ze gingen ons wegbrengen, wegvoeren naar een onbekende bestemming. En daar ging men ons doden. Gewoon weer doden. Maar nog altijd blijft het bij bedreigingen. Nog altijd is er geen enkele blanke gedood. Op 20 november verhuist de Rode Draak naar de militaire basis Kamina in Katanga, op 600 kilometer van zijn doel. De ommegang van Van de Wallen raced intussen door de broes, alsof hij de draak nog voor wil zijn. De Simba's krijgen tal van kansen om de kleine kolonne tot staan te brengen, maar ze laten zich niet meer zien. Alleen de erbarmelijke wegen en de brede rivieren houden de ommegang op. Achterin beginnen de Congolezen op te ruimen, altijd met Belgische officieren in de buurt. Officieel zijn Van de Wallen en Laurent met totaal verschillende dingen bezig. Van de Wallen wil de rug van de Simba's breken. Laurent voert alleen maar een humanitaire reddingsactie uit. Maar in Kamina spreken de twee mannen met elkaar en Laurent gaat ermee akkoord om zich te laten bijstaan door Van de Wallen. De sprong op Stanleystad wordt uitgesteld om Rode Draak te laten samenvallen met de aankomst van de ommegang. J'étais d'accord d'attendre 24 heures puisque d'après les gens qui étaient au courant de la situation, l'attaché militaire et Van de Waal, les otages ne couraient pas de grands risques. In de nacht van 24 november vertrekt de Rode Draak voor de sprong in het onbekende. Niemand weet precies hoe groot het Simba-leger in stand is. Niemand weet waar de gijzelaars zijn, maar er is geen weg terug. We zijn dus vertrokken. De vliegtuigen volgden ongeveer de Congo-stroom op zeer lage hoogte. En op een zeker ogenblik heeft men de hoogte 200 meter ongeveer aangenomen. En dus we zijn gedropt geweest boven, volgens de lengte as van het vliegveld dus. Die fameuze 24 november, om 6 uur precies, hoorden we het geronk van vliegtuigen. Ja, natuurlijk zijn we opgesprongen, gekeken en wij zagen ze komen. En wij zagen de para springen en het materiaal droppen. Dat hebben we heel goed gezien. Dat was dan weer een angstig moment, hè. Een moment om blij te zijn natuurlijk, want dat was een voorbode van de bevrijding. Maar zouden de paras de kans krijgen om ons te bevrijden, hè? Levend te bevrijden? De Amerikaanse transporteurs leveren precisiewerk. Ze droppen 320 para's met mathematische nauwkeurigheid op de startbaan.
Ze hebben gezegd dus, het is een humanitaire operatie. Maar als je ziet, als ik uit de vlieger kwam, dat ik daar zag... Dus ik zat in een tweede vlieger. En als ik dan zag dat die mitrailleus naar onze vlieger schoot... Dan... Ik heb 2 jaar in Korea geweest, dus ik zeg je dan in mijn eigen... Ik zeg, ja, hier is het serieus, hè. De volgende vliegtuigen droppen hun vracht ongestoord. De Simba's zijn gewoon weggevlucht. Dat was onze indruk, dat ze gewoon weggevlucht waren. Vanaf de ogen dat de vliegtuigen boven het vliegveld waren. Wanneer de para's de controletoren van het vliegveld zuiveren, krijgen ze een allereerste aanwijzing over de plaats waar de gijzelaars worden vastgehouden. Het laatste lokaal waar ik inkwam, zag ik daar 2 zwarten met hun hand naar omhoog. Ik heb ze genomen en ik heb gezegd, waar zijn de Europeanen? En hij heeft mij gezegd, in het Hotel Victoria. Laurent wil zijn para's niet meteen de stad in laten trekken. Dat risico is te groot. Ze moeten eerst de startbaan vrijmaken, zodat de vliegtuigen kunnen landen en de zwaardere wapens en jeeps lossen. Zo gaat kostbare tijd verloren. Een van de vliegtuigen is niet op de afspraak. Het is moeten terugvliegen naar Kamina met zware technische problemen. De vracht zal 1 uur te laat arriveren met een reservevliegtuig. Pas na 1,5 uur trekken 3 groepen para's de stad in. Te voet en met een toeristisch stadsplan in de hand. We waren te voet. De kolonne vertrok. Mensen links en rechts van de baan, voorafgegaan door 2 rekkie jeeps. Een rekkie-jeep was uitgerust met 2 mitrailleuzen, elk vooraan. Dus die vorderde vooraan voor de mensen die te voet waren. En dat waren wij. Dus eerst onze compagnie, de 11e compagnie. En daarvan was mijn peloton op kop. 200 gijzelaars van Residence Victoria zijn dan ook al te voet onderweg naar het vliegveld, onder Simba-bewaking als een levend schild. Op weg naar hun grote tragische finale. 6:00 dan, ik zeg, om precies 6:00 hadden we de eerste vliegtuigen gehoord. Dan is er een afdeling Simba's, onder leiding van de fameuze kolonel Opepe. Die zijn ons dan komen halen uit het hotel. We moesten de straat op. En onder zijn leiding, met een 15-tal Simba's, moesten we op een rij van 2 de straat op marcheren richting vliegveld. En verder door, op een hoek van de straat, liet hij ons staan. En dan heb ik horen roepen door een van die officieren in de wagen: Les Américains sont là, tuez-les tous. En puis tout à coup. On entend plus rien. Et puis on entend quelqu'un qui, en français, avec un épouvantable accent de Bruxelles, dit « Allez, avancez !» hein? Et alors, je me suis dit « Il se passe quelque chose » et j'ai foncé en avant en faisant des bonds, comme on apprenait à l'armée. Et je suis arrivé sur le trottoir, j'ai levé la tête, j'ai vu des souliers de militaires devant moi. J'ai levé la tête et j'ai vu qu'il y avait, c'était un blanc avec un béret rouge. C'est comme ça que j'ai su que nous étions libérés. De para's vinden 20 blanke doden en vele gewonden in de straten van Stan. Onder de doden is ook dokter Carlson. Maar de rest van de dag slagen de soldaten erin om 100 blanke en anders gekleurde gijzelaars levend uit de handen van de Simba's te halen. Ook de Amerikaanse diplomaten zijn ongedeerd. De gijzelaars worden bijna meteen geëvacueerd door de Amerikaanse vliegtuigen. 111 eindeloze dagen gijzeling hebben ze achter de rug. Een wereldrecord. De meesten laten een heel bestaan achter en zullen nooit meer terugkeren. Voor hen zal Standestad altijd het hart van de duisternis blijven. Op het vliegveld wordt het helemaal moeilijk om nog het onderscheid te maken tussen humanitair en militair. Religieuzen en militairen werken letterlijk samen en de missionarissen voelen zich daar niet altijd goed bij. Ik weet dat ik toen nog gezegd heb tegen Steveling was dat, ik zeg, wij moeten hier de eerste jaren niet terugkomen.
omdat we echt zo, ja, zonder het te willen, hè, gewoon samen waren met al hetgeen wat, ja, geweld was, wat verdedigen was, wat schieten was. Dat is zo. We zaten er middenin. Bijna nergens is er grote weerstand, maar wel zijn er overal kleine schermutselingen. Ook in het stadsgevecht zijn de Simba's onvoorspelbaar. De para's verliezen zelf maar één soldaat. Volgens een hardnekkige mythe zouden ze zich daarna als wilde mannen gedragen hebben, schietend op al wat bewoog. Je moet weten, als je alles zelf moet dragen, te voet, dat men een zeer beperkt aantal munitie meekrijgt en dat men daar zeer voorzichtig mee is. Er moest maar een keer een ernstige toestand ontstaan. Men heeft een lader of vijf, ik weet het maar juist, de dotatie heet dat. En daar moet je het mee stellen. Et je puis dire que à l'occasion de cette libération de 200 personnes au moins dans un tiers de la ville, j'ai vu les parachutistes tuer 5 personnes. Et 5 personnes vraiment c'était en état de légitime défense. Donc vous pouvez vraiment pas parler de massacre. Toch is er een bloedbad aangericht bij de bevrijding van Stanleystad. Niet door de para's, maar door delen van de ommegang die een paar uur na de para's arriveert en de eigenlijke bezetting van de stad op zich neemt. Ondanks de Belgische kaders gaan huurlingen en zwarte soldaten hun vreselijke gang. Ze gaan zo erg tekeer dat kolonel Laurent niet eens wil dat zijn paras die gebeurtenissen zouden zien, laat staan eraan deelnemen. Wanneer de Congolezen hun gevangenen beginnen te martelen, in lokalen waar Laurent's para's later moeten slapen, maakt hij daar een eind aan. De Congolezen gaan dan elders door met martelen. Toch waren dit de mannen waar Laurent in Kamina 24 uur op had gewacht. Il est exact que je n'avais pas envie que les parents voient la manière dont la 5e brigade congolaise nettoyait la ville. Pour deux raisons, les Congolais entre eux ne se faisaient pas de cadeaux et les mercenaires étaient plus attirés par les banques que par les églises. Op 26 november springen de para's opnieuw 300 kilometer naar het noorden in het stadje Paulis. De dropping is technisch veel moeilijker. De soldaten springen letterlijk door een klein gaatje in de jungle. Maar weer wordt de operatie met succes uitgevoerd. Er sneuvelt maar één Belgisch soldaat en er worden tientallen gijzelaars bevrijd en geëvacueerd. Het vertrek uit Paulis is een stunt op zich, omdat er niemand kan achterblijven om het vliegveld te verdedigen. De Amerikanen installeren dan maar een automatische batterij om de Simba's bezig te houden, terwijl de laatste soldaten naar het vliegtuig rennen. Er zijn plannen voor nog twee operaties, in Watsa en Bunia, maar die worden niet meer uitgevoerd. Laurent heeft daar geen zeg in, maar hij is er ook niet rouwig om. Les hommes étaient morts, ils étaient crevés, ils avaient besoin de récupérer. Il ne faut pas oublier que c'était au mois de novembre et qu'en Belgique il faisait froid et que nous étions sous l'équateur et que les hommes changeaient uniquement d'équipement en enlevant des pullovers. De beslissing om te stoppen is puur politiek. De Amerikanen willen niet verder. Zij hebben hun doel bereikt en kunnen nu alleen nog maar heel veel politieke averij oplopen. De complexiteit van de operaties waren groter op basis van infrastructuur enzovoort. En we hebben dan beslist dat we zo beginnen, dan waar stoppen wij? En op dat ogenblik was het ook zo dat veel van die opdrachten konden overgenomen worden door Van de Wallen die ter plaatse was. Van de Wallen is ter plaatse en blijft ter plaatse. Zijn ommegang heeft nog maanden werk voor de boeg. Daarbij doet hij nog veel macabere ontdekkingen.
In Stan zelf, op de linkeroever waar de para's nooit zijn geweest, ontdekken de huurlingen 28 lijken van missionarissen. In de kleinere steden van Noordoost-Congo worden tientallen blanke gijzelaars vermoord teruggevonden. De Belgisch-Amerikaanse operatie maakt op vele plaatsen in de wereld een storm van protest los tegen het zogenaamde neocolonialisme. Belgische en Amerikaanse overheidsgebouwen worden op verschillende plaatsen bestormd. Maar in eigen land is er op 1 december een militaire parade zoals er nooit één is geweest. Met operatie Rode Draak zijn we aan het einde gekomen van onze reeks Congolese vertellingen. Volgende week is het 11 november en dan vertellen we een historie uit de oorlog. We hebben het portret van een Duitse kunstenares die de twee wereldoorlogen heeft meegemaakt, Käthe Kollwitz. In haar werken heeft ze vaak de ellende van de gewone man aangeklaagd. De armoede, de machteloosheid en ook het zinloze van de oorlog. Want daar had ze zelf ervaring mee. Haar zoon, Peter, sneuvelde in 1914 in de buurt van Diksmuiden. In het West-Vlaamse Vlatslo, bij Peters graf, staat er nog altijd een ontroerend werk van Kollwitz. Het heet Het ouderpaar en het zijn twee beelden van een treurende vader en moeder. Bijna waren de werken daar weggehaald. Die historie vertellen we volgende week in het verhaal van een sterke vrouw, Käthe Kollwitz. Heel graag tot donderdag.